In this episode, I explore an abandoned resort complex. The resort was built in the 1960s and was used as a residential complex for British military personnel. There were them about 500 rooms available. Each flat had 3 to 4 bedrooms, central heating, a telephone, and a garage. In 1979, the British left the island for good and it became a resort. Finally, the apartments now remain deserted in the White Rocks of Malta. Hello again, hello everyone, and welcome in a brand new Urbex video on Deacon and Earth YouTube channel. Hello everyone. For people who are new, I speak in English sometimes a little bit in Dutch. My name is Shane, and yeah, I explore the world. Currently, I'm in Malta. There is heel veel wind, dus ik hoop dat jullie mij gaan verstaan. Ik ben hier 4 jaar geleden naar een verlaten dorpje geweest met appartementen. Die geschiedenis en zo, die zal ik er nog wel bij vertellen. Maar nu even kort, ik ben nog eens gewoon terugkomen kijken. Ik heb een paar dagen geparkeerd, mijn scooter. En ik ben nu eens onderweg om te gaan kijken wat er veranderd is. Ik had gehoord dat er heel veel toe was gemaakt. Had ik ook gelezen. Dus ik ook proberen in Malta Power Balance te doen. Dit is een van de zoveel video's, hopelijk, die abandoned gaan zijn. Dus let's go, let's explore this place. There you have some sort of watchtower. It's pretty nice though. You see some sailing... boats, some bigger ships. And here are one of the first apartments. I remember those graffiti art that was here 4 years ago already. So let's see. I know all the way on the other side, helemaal aan de andere kant, is er een swimming pool, een zwembad. Dus ik heb het volgens mij zien liggen als we er voorbij reden met de scooter. Maar ik ben niet zeker. Ah, ik zie het. Ze hebben inderdaad de onderkant helemaal toegemetseld. Daar ook. Tegen krakers natuurlijk en zo, en tegen vandalisme. Ja, oké. Okay. Alright guys, let's have a look inside. Deze zijn precies open. Ja, die zijn echt, er zijn hun muren gewoon uitgeslagen. Ah, hier is het wel allemaal toegemaakt, hè. Hier ook. Oppas waar ik stap, maar hier hebben ze het er gewoon al terug uitgehaald. Het is misschien interessanter om een beetje naar boven te gaan. Dan hebben we een mooier uitzicht over het terrein dat ik jullie kan laten zien. Ja, natuurlijk, dat staat hier volgens mij al 50 jaar geleden, dus ik weet niet. Allee, dat was hier de vorige keer ook al zo'n ramp. Ravage. Zoek wel oppassen waar ik hier step mee is. En dan een badkuipje achter mij. Even zo laten zien, in plaats van altijd dat spel om te drogen. Oh wow. Pretty nice view, though. Zie die zanium, wat een uitzicht. Fantastisch. In plaats van dat ik jullie al die appartementen ga laten zien, die waarschijnlijk toch allemaal hetzelfde gaan zijn, zoals vorige keer, ga ik proberen door te stoten ineens naar het zwembad.
hier ook zeker niet alleen. Ik ben al 3 mensen tegengekomen. Niet bepaald vriendelijk. Dus we gaan proberen met een good wind. Annoying wind here. There's a lot of wind today, guys. It's super hot, so I'm glad there is wind. It is not fun. But it's fucking annoying for me. So this was more like the main road of the town. A small town. Walk this way, on the left side here, you have the abandoned swimming pool. Heb je een verlaten zwembad. En daar heb je een waterpretpark. Dus hebben we er net ook eventjes gestopt aan het waterpretpark. Daar zijn ook nog allemaal verlaten appartementen. Maar ik zeg het, al die appartementen zijn hetzelfde. All the apartments are the same. So, yeah, it's basically all replicas. So it's not really interesting to film all the apartments here. So, I'm thinking, am I going that way or no, that way is better, I see. I don't want to get stung by any insects or animals because it's my second day, we arrived yesterday, so I don't want to be in the hospital for the next 7 days, 6 days, so. I don't think there is any entrance anymore to the abandoned swimming pool. That will be a shame because that was a really nice one. Or maybe it's still a little bit further, I don't know actually. Het kan ook zijn dat het een beetje verder is, ik weet, het is 4 jaar geleden, dus ik weet het ook niet meer heel exact. Het was ook een vrij groot terrein, ah, daar was het zwembad, recht voor mijn neus. Right in front of me. So, let's have a look. Almost there, yeah, it's still open. Just like the last time, same entrance way. They didn't seal that, oh yes, they sealed it off, but... They broke it down again. It's concrete. How the heck do you do that? Er zijn gewoon betonnen blokken in, man. Er ligt toch geen zwerver of zo? Nee, oké. Okay. Stinkt hier wel. Zo alleen exploren is toch maar een beetje akelig. Normaal, de vorige keer is mijn pa mee geweest. Vorige keer was mijn pa mee, maar die ging nu bij ons mama blijven. Dus. So last time I was here, my dad was with me, so I was not really afraid. Yeah, I remember this. There was some sort of pentagram or artwork here. It's gone. The floor is just gone. The heck? But the view though. As you can see, a lot of graffiti art. That's new art, because when I was here, well, there was different art. So they really use it. That's really nice actually. That really is a cool one. Oh yeah, so here you have the swimming pool, guys. Just a little bit further. Some bathrooms maybe, yeah, er waren ooit badkamers of zo geweest. And these were some toilets, I guess. Toiletten waarschijnlijk, yeah. Yeah, because that was for the toilet paper or something. But it's, yeah, pretty much empty and vandalized. As the last time I was here, 4 years ago. But look at these guys, solid. Now, the last time I was here, there weren't so many concrete blocks. But yeah. There were some concrete blocks, but there were just some. Oh, nice. It's like a massive game pen, die zouden net ook voorbij gereden, dus ik kan me wel goed zien. Er liggen ook panden in en zo. En dat is echt gewoon zo'n soort. Ik vond dat echt cool. Nice.
I don't know what that is. Dat is een soort, ja, zo'n tapijtje er nog of zo tegen het water. En dan hangen de tegels. Hier ook zo'n groen tapijtje meer. En dan ja, hier het zwembad. Dat is wel vrij diep ook, dat zwembad hoor. En groot. Dat is echt niet klein. En dan daar heb je meer een kiddiepool, een kleiner zwembadje. Voor de jongere kinderen waarschijnlijk. Iemand heeft dat hier willen keren. Dat gaat er niet meer goed krijgen zijn, hè, met keren. Mijn man, oh, maar ben je gewoon deur. The trees are just growing on everything. When nature takes over. Van meestal kokken. I'm walking back towards my scooter. Ik ben terug aan het wandelen naar de scooter. Ik ben bijna uit het verlaten dorp. Ik zit kapot. I'm so tired. Have no water, have no drink at all. So, hopefully we will be soon in our hotel. It's not so far from our hotel. This one, maybe 10 minutes with the scooter. 50 minutes max, I think, maybe less. So, I need some water. Oké, guys, ik denk dat ik hier stilletjes aan de video ga afsluiten. Ik kan nog een klein beetje rondkijken misschien, maar ik ga hier al een outro van maken. Bedankt om te kijken. Peace out, stay exploring. And see you in the next Urbex video, guys. This was an abandoned little town here in Malta. Een kleine verlaten plek, een kleine verlaten dorpje hier in Malta. Ik ben hier zeker niet alleen, dus die mensen zullen ook denken, kijk, die de beeld daar aan de camera praten, maar schat. Hele coole plek, dat is hier in de White Rocks. Totaal niet beschermd, buiten dan nu die bakstenen die ervoor zijn gezet. Maar voor de rest, je kunt daar alleen niet meer met de auto opkomen of met de brommer, maar je kunt er wel gewoon te voet binnen en niemand geeft er ook om, want ja, iedereen kan je zien en zo. Dus ik denk ook niet dat je hier echt, je hebt hier geen security en ik denk dat politie zich hier ook niet echt mee gaat bezighouden. Binnen dit en zoveel tijd gaat dat waarschijnlijk toch helemaal tegen de vlakte liggen. Dus. Maar voor de rest, vond je het leuk, deze video? Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En thank you again for watching and see you in the next Urbex video, guys. Peace out.